Ja, voorzitter, de heer Omzigt en ik hebben al vaker uh, de degens gekruist op het gebied van de euro. En uh, tot nu toe was het steeds zo dat wij in de analyse het eens zijn, maar dat wij uh, verschillen in de mate van hoop of geloof die we hebben, dat die begrotingsdisciplines en de uitgavenpatronen enzovoorts gaan convergeren. En ik wilde de heer Omtzigt nogmaals vragen of hij nou daadwerkelijk gelooft. Dat het ook mogelijk is om Italianen een protestantse Duitse begrotingsdiscipline bij te brengen, op te leggen. Of dat we moeten onderkennen dat dat gewoon niet zo is, ook niet gaat gebeuren. En dat het dan dus veel beter is. Dat is ook een tweede vraag waar de heer Om zich in elk geval, toen hij bij het CDA zat, nooit antwoord op wilde geven, maar misschien nu wel. Als, dat, als we constateren dat dat gewoon niet gebeurt, moeten we dan niet die euro ontvlechten? Dank u wel. De heer Omzicht. Voorzitter, u vraagt aan een katholiek Kamerlid om een protestantse begrotingsdiscipline door te voeren. Um, ik wil er één ding op zeggen. Als u vandaag de cijfers van het, um, uh, uh, van het CPB gezien heeft, dan zijn wij bezig met een Zuid-Europese begroting. Want dan zakt het, dan daalt, uh, dan stijgt ons tekort de komende tijd naar 4% van het BBP zonder aanvullend beleid. En er zijn nogal wat vragen, ook van de D66-fractie, terecht om iets te doen aan armoede en kinderarmoede. Want dat zijn allemaal tijdelijke maatregelen. Dus dat is even vooraf. Het zou goed zijn als wij ons zelf eraan houden. De reden dat ik dit zeg, is dat de enige kans om dit te laten slagen, is ervoor te zorgen dat landen verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag. En daarom stel ik voor aan de regering, leg een opt-out op tafel. Ga niet akkoord met eurobonds. Maar ik zeg één ander ding. Het ontvlechten van de euro of eruit stappen is niet zomaar een makkelijke optie. En ik wil mijn best doen om ervoor te zorgen dat we de juiste afspraken maken. En ik ben bang dat we de verkeerde maken. En ik heb er voorkeur bij omdat, kijk, wij zaten de facto met de Duitsers in een muntunie voordat wij de euro instapten. En ook helemaal in je eentje is niet 100% aantrekkelijk. Dus ik wil graag het proberen met optie 4, die het kabinet en de Europese Commissie beschreven. Dat is namelijk op geen enkele manier een verdere risicodeling. En als het wel een optouwt, zoals effectieve landen als Denemarken en Zweden hebben op meerdere terreinen. Dank u wel. heer Baudet. Ja, dit is een beetje net zoiets als ja 21, hè? een beetje vaag. Ja, nee. Wat, wat bedoelt de heer Omzicht nou met opt-out? Wat, wat is het nou voor flauwigheid over protestants, katholiek? Het is toch duidelijk wat ik bedoel? En nu wil hij nieuwe afspraken maken. Het is toch ook duidelijk dat die afspraken niet werken, dat die niet, ges dat die niet dat gestand worden gedaan, dat die worden geschonden. G geef nou eens duidelijk aan, bent u er voor of tegen om uit de euro te stappen als dit niet verandert, wat het niet gaat doen? Een optout is iets heel concreets. Dat is niet iets vaags. Het is heel vaag als je hier een motie indient over dienstplichtigen die niet bestaan. Maar wat concreet is, is wanneer je iets zegt over een optout die Denemarken al heeft. Dat is een concreet plan. En dat concrete plan is dat als er een nieuw fonds opgezet wordt, dat je dan niet deelneemt aan dat fonds. Als die andere landen dat met z'n met allen willen doen, laat ze hun gang gaan. Als Eurobonds willen uitgeven zonder de ondertekening van Nederland. En ik denk dat dat een prettiger geweg is dan een allijngang met het ontvlechten. Heer dus de heer Omzicht wil niet uit de euro, maar heeft fantasieën over dat je dingen kunt, dat je een opt-out kan doen over de Eurobonds, maar dat we dan wel in dezelfde munt blijven. Dat is de samenvatting van wat hier gebeurt. De heer Omzicht, wij. Bij de euro is er sprake van unanimiteitsbesluitvorming. Dus als jij zegt: ik wil niet met een toekomstige samenwerking meedoen, dan kun je dus gewoon nee zeggen. Dat is anders met een aantal Europese wetten, maar dat is bij de euro het geval. En dan zeg ik: dan moet je niet meedoen. En dat is de optie die ik hier op tafel leg. Maar het is wel met uitdrukkelijk de vraag: hoe zorg je ervoor dat je totale exposure bij stress omlaag gaat? Want die bestaat op dit moment uit enige honderden miljarden. En op het moment dat jij vandaag aankondigt uit te stappen, kun je daarvoor aan de lat staan.